Een nieuwe aflevering van Oude Glorie aan tafel. Dit keer is onze gast, oud-voetballer en oud-trainer Wout Pronk. Dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Het wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Café Locus. Hartelijk welkom bij Oude Glorie aan tafel, een nieuwe aflevering. Dat betekent natuurlijk ook weer een nieuwe gast aan tafel. Dit keer oud-voetballer en oud-trainer Wout Pronk. Wout, van harte welkom in ons programma. We gaan in een nutshell ook je loopbaan een beetje doornemen. Als ik dan kijk als voetballer, dan was je vrij honkvast. Ik bedoel, je hebt gelijk maar 3 clubs gehad waar je speelde. Misschien begonnen bij Kranenburg, zat het de 4. Maar laten we zeggen, in die senioren, dan was het Scheveningen, de zaterdag en de zondag. Vios en ADO. ADO, ja. Ja, maar in die tijd had je denk ik nog niet zo dat verloop van dat je van de ene club naar de andere club ging. Vaak waar je geboren was en waar je vader lid van was. Daar begon je als jeugdspeler of een buurjongen die boven je woonde. Ja. Ik had Frankie Petersen, die speelde bij Kranenburg. Kokstraat, Kranenburg spelers. Ja. Nieuwenhuizen, Nieuwenburg, ga maar door. En daar kon ik met mijn 8e jaar gaan voetballen. En je mocht toen pas met je 10e jaar voetballen. Ja, klopt. Dus ik heb 2 jaar toen bij Kranenburg gespeeld. Maar goed, en bij Scheveningen, ja, dan heb je nu en de zaterdag en de zondag gevoetbald. Bij Scheveningen heb ik mijn hele jeugd gespeeld. Ja. Toen had je zelfs Scheveningen A1, wat regionaal speelde. En toen speelde ik nog in de B's. Toen had ik lang haar in die tijd. Ja. En toen werd ik dus gevraagd... Zijn er meerdere die dat hadden toen, hoor. In die tijd was dat. En toen werd ik dus gevraagd voor regionaal. Maar toen had je nog zo die hoe heet dat? Dat ouderwetse, zeg maar. Ja, dan moest je dus eerst naar de kapper. En dan mocht je dus in de A1 spelen, in de regionaal. En die regionaal die moest de eerste wedstrijd naar Feyenoord. En die verloren ze, geloof ik, met 16-1. En toen stond Pietje Taal in de kool daar. En die kool werd gemaakt, toen ging hij juichen, toen werd hij geschorst door het bestuur. Ja. Dat was... Die tijd. Maar goed, senioren was natuurlijk ook een mooie tijd bij Scheveningen. Ben je nou, want ik denk eerst bij de zondag eerst? Ik ben uit de jeugd ben ik naar de Scheveningen Zater gegaan. Ja. Die speelde toen 3e klas. Toen had je nog geen hoofdklasse. Nee. En dat was, vooral de zaterdag was hard, heel hard voetbal. Ja. Spijkhard. Bob Breitman, Willem Wiersma, noem maar op. En ik was toen jeugdspeler, ik was 18. En toen had ik ook dat lange haar nog, zeg maar. Dan ging je naar die Zuid-Hollandse eilanden, Melisande en noem maar op. Jodan Boys had je ook. Ja. En toen ging ik nog ineens de kleedkamer in de rust. En toen moest de trainer, dat was Van Leeuwen. Ja. En die Jan Van Leeuwen. Ja, Jan Van Leeuwen. Die zei dan, Wout, kom binnen in de kleedkamer.
Dus toen had je nog die hoe noem je dat? Die gradaties in de hiërarchie. In de hiërarchie. Ja. Dat was echt abnormaal toen. Ja. Als speler, dus dan ging je de kleedkamer niet in. Ja. En toen ben je op een gegeven moment ook in de zondige voetballer bij Scheveningen. Nou, de zondige verschijning was toen best een belangrijke factor. Dat was het voortvloeisel uit die regionaal. Ja. Daar liep Kareltje Vink, Peter Roos. Die zaten allemaal in de zondag. Ja. Dus ik heb 1 jaar in die zaterdag gespeeld. Toen werd ik gevraagd of ik naar de zondag ging. Ja. En dat was een geweldig elftal. Ja, klopt. En van Scheveningen zondag werd het op een gegeven ogenblik. De ploeg waar je daarvoor al vaak tegen had gespeeld. Was Fios, want ik weet nog wel een wedstrijd ik speelde zelf op bij Fios, op Houtrust. Dat waren best wel ontmoetingen tegen... Clashes. Het oude bekende. Ja, we werden eerst met Scheveningen, zondag werden we kampioen toen. Ja. In de vierde klas, naar de derde klas. En we gingen naar de tweede klas. En dat waren mooie wedstrijden, RKVV, noem maar op. Koos van der Bos zat er nog in. Wat echt heel goed. André Klapwijk, Lee Roeleveld. Ja. Echt betere voetballers in Den Haag. Het jaar erop degradeerden we. En dat was onbegrijpelijk dat we degradeerden met dat team. Ja. Maar ja, toen ging dus Scheurs naar Fios. En toen werd ik dus ook gebeld of ik interesse had om ook bij Fios te gaan voetballen. Dat zou je waarschijnlijk bij Scheveningen niet in dank zijn afgenomen. Die overstap. Nee, dat was... Ik denk het punt is van, en dat geldt voor elke voetballer, als je ergens heel lang bent en blijft, dan word je niet beter. Ja. En ik zou iedereen het advies ook altijd geven, als je ergens een lange periode speelt en je krijgt de kans om te verbeteren, dus sportief, dan moet je die uitdaging aanpakken. Ik denk dat elke voetballer doet goed. Jij kwam bij Fios terecht, daar heb je ook hele mooie jaren meegemaakt. Ja, bij Fios... Het grappige was, ik ging bij mijn kameraad, Hans Lames, ging ik samen van Scheveningen naar Fios. En ik was toen met mijn vrouw op vakantie. En ik kwam terug en ik hoorde, Hans Lames heeft zijn overschrijving ingetrokken. Terwijl hij pas 1 training mee had gemaakt bij Fios. Dus dat was een vreemde binnenkomer. Ja. En ik vergeet nooit, ik werd gelijk gebeld toen door Fios. Wout, kunnen we even praten? Maar ik wist helemaal nergens van. Oh, ja. En toen kwam meneer Jacobs met die grote Mercedes, had hij geloof ik. Die stond ineens bij mij voor de deur. Ja. En toen gingen we over dingen praten. Maar ik was helemaal niet thuis in dat circuit. Dus voor 4 autobanden ging ik naar Fios. Ja. Goed, maar het is een mooie periode geweest. Kampioenschappen meegemaakt. Inderdaad, Van Scheurs trainer. Dat jaar werd geloof ik 1-2-3 kampioen. Ja, 1-2-3. Maar Van Scheurs ging binnen een jaar al weg. Dat heeft eigenlijk nooit iemand in de voetballerij echt begrepen. Nee. En toen kwam de periode Theo Kremers, ja. Nou ja, en een paar nieuwe spelers er weer bij. Fios was een voortvarende vereniging. Organisatie goed, goede mensen. Goede teams, duidelijkheid. Ja. En we maakten elkaar allemaal een beetje gek. Ja. Hè? Met trainen, met wedstrijden winnen. Ik denk op 1 hand van mij te tellen, ik heb de 3 seizoenen gespeeld dat ik wedstrijden verloren heb bij Fios. Ja. Goede sfeer. Maar goed, die tijd, wat Nelleke aan wil geven, het heeft ook natuurlijk met een bepaalde sfeer te maken eromheen. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat het altijd vroeger alles beter was, maar ja, het was altijd druk. Ja. Veel publiek, je speelde altijd voor veel mensen. Dus ja, dat kwam ook de sfeer natuurlijk wel ten goede. Ja. Nou, er was enorm veel hoop en gegaan in die tijd. Er werd veel georganiseerd, ook voor de jeugd. Je kan nagaan, mijn familie zelfs. Ik had best een grote aanhang. En op de carnavalsavonden bij Fios, daar waren we ruim vertegenwoordigd. Dat bedoel ik, dat zijn de dingen dus buiten het voetballen om. Dat is zeker waar. Wat ook belangrijk was in zo'n periode, spelers, en dat was niet alleen bij Fios, maar dat in het algemeen, de mentaliteit was toch anders. Ik bedoel, je weet dat je stelt jezelf op. Ik bedoel, een trainer komt niet om jou heen als je goed voetbalt en op de training optimaal presteert. De rivaliteit was bij Fios natuurlijk enorm hoog. He, want we hadden wel zeg maar 15 spelers die dus de basisplaats claimden. Ja. Dus het was dinsdag en donderdag, zo was het knokken voor je plekkie. Ja. Ik zelf eigenlijk... Hebben we het er nu over, maar ik heb in die tijd er nooit bij stilgestaan. Later maak je dat zelf mee als trainer. Hè? Wel eens een gesprek met een speler. In mijn tijd als voetballer, ik heb nog nooit met een trainer gesproken.
Ik was gewoon wie ik was. Ja. En ik deed mijn best voor mijn plekje. En of ik dan linksback stond, of linkshalf, of spits. Je deed je taak. En ja. Met elkaar, voor elkaar. Ja, ja, dat bedoel ik met ook mentaliteit. Hè? Je speler vandaag de dag, je hebt natuurlijk als trainer ook meegemaakt, passeert. Ja, ja, dan zeggen ze, joh, ik ga lekker bij mijn vrienden voetbal in het vierde. Ja. Of je ziet ze helemaal niet meer. Nee. Ja, dat was zeker wel in de latere fase, zeg maar. Maar ik heb eigenlijk die professionaliteit als speler, zeg maar, die heb ik altijd ook meegenomen in mijn trainersloopbaan. Ja. Bijvoorbeeld, als ik dat nu wel eens nog eens vertel, dat ik in een bespreking bijvoorbeeld, nou, toen gaf ik pas aan wie de wissels stonden. Want dan had je 15 man. Maar ik ging niet donders om met spelers praten van, joh, jij staat ernaast zaterdag of zondag. Want dat kan van alles gebeuren. En dan moet je er weer terug gaan grijpen. Ik deed dus gewoon altijd mijn tactisch praatje en ik maakte een opstelling. En diegene die ernaast stond, nou, die stond gewoon onder als wissel, klaar. Ja. En niemand, die had het er dan over. Nee, je bent op een gegeven moment naar je voetballoop bij je trainer. Waarom ben je trainer geworden? Je wilde in dat wereldje blijven, actief blijven? Nou, dat was mijn leven, mijn ziel, mijn zaligheid. Ik was met mijn 18 jaar al begonnen. Heel veel mensen leren kennen. De ene zondag naar Hondersport, de andere zondag naar ADO. En ik bedoel, als jongetje bij Kranenburg begonnen, vanzelf naar Scheveningen toe. En dan was het eigenlijk, en later als trainer, en dat hebben ook collega-trainers in die tijd. Nou, die kwam ik dan, als ik zaterdags trainde, dan kwam ik ze zondags tegen. Train ik zondags, dan kwam ik ze zaterdags tegen. Dus wij zijn zo opgegroeid. Ja, zeker weten, want je hebt, en logisch, want een trainer is een passant. Als voetbal heb je natuurlijk maar weinig clubs gehad, maar als trainer heb je bij aardig wat clubs, ja. Ben je actief geweest. Ja, dat klopt. Nou, ik heb natuurlijk ook wel vrij lang op het trainersveld gestaan. En bij de ene club, ja, dat paste je wat meer dan bij de ander. Ja, en dan had je soms bij de ene club zat je 5 jaar en dan werd je teruggevraagd. En bij de andere club was het na het seizoen was het over. Maar ik bedoel, ja, je moet altijd achter je idealen blijven staan. Ja. En ik was gewoon van bepaalde regels, ja. En als dat dan niet klikte of niet paste, nou, even goede vrienden. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is voor een club en de trainer, dat je natuurlijk op een gegeven moment een match krijgt. Maar allebei zich prettig in voelen. Ja. Ik bedoel, de trainer moet, los nog van de resultaten, wat ik vat, maar de trainer moet ook bij de groep of bij de club passen. Ja. En andersom. Ja. Ja, ik denk een stukje duidelijkheid. Ik denk voor een trainer is het heel belangrijk dat je dus in het team altijd een paar jongens hebt die ook op jouw lijn zitten. Vooral de captains. Ik noem een voorbeeld, ik had een Dickie Sloos bij SC 35 in de goede periode. Daar werden we 2 keer kampioen mee. Wel een goed team, maar dat was mijn wegkapitein. Ja. En ik had bij Polzuiver bijvoorbeeld, waar ik ook 5 of 7 jaar gezeten heb, had ik een Lex Vermeulen. Nou, dat was mijn aanvoerder. Ja. En die speelde ik dus op de eerste partij. Peter Maaseveld een keer gehad, ook als een soort verlengstuk in je... Peter Maasland bij VCS. Ja, ja, en dat is voor een trainer heel belangrijk, dat jij die verlengstukjes, dat stukje vertrouwen in het veld hebt. Kijk, als jij als trainer in de rust al bijvoorbeeld overal moet reageren, dat werkt niet. Maar als zo'n speler opstaat en die zegt, jongens, de trainer luisteren en klaar. Ja. Ja, dat scheelt de helft. Een bepaalde hiërarchie in een elftal is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ja. Hè? Dat was vroeger, dat is nu vandaag de dag niet anders. Het is totaal veranderd, denk ik. Ja. Ik zeg, wij hebben zelf de goede tijd meegemaakt, jij zelf ook. Ik bedoel, ik heb me niet herinneren in de kleedkamer dat er iemand uit zijn bol ging of een trainer aanviel. Of een trainer lastig viel. Wij hebben trainers meegemaakt, dat weet je zelf. Scheurs. Het Viosveld altijd slecht. Dan moesten we gaan lopen naar Scheveningen of naar Kijkduin. Nou, dan zat Scheurs in zijn auto en als iemand scoorde, dan gaf hij een lichtsignaaltje. We hebben Kremers meegemaakt, nou, die man kon niet lopen. Dan gingen we zelf al richting Hoek van Holland. En dan waren we bij een havenhoofd en dan zei iemand van, nou, we gaan dan nog 1 stukje verder. We deden het zelf. Ook als de trainer ziek was en het veld was slecht, dan... Was het richting Kijkduin? Ja, maar nog erger, dan kwamen we bij de auto's terug. En dan zeiden we van, jongens, we gaan teruglopen. Enkel dus degene die achter het stuur zaten, die gingen met de auto. En wij maakten een wedstrijdje richting Fios. Ja. Maar dat vertaalde zich wel in kampioenschappen. Ja. Ja, want conditioneel was de ploeg niet te kloppen meer na de winterstop. Nee. Maar ook, er groeit ook een stukje homogeniteit in zo'n team dan. Ja, zeker. En dat is onbetaalbaar. Vrienden in de voetballerij, ja, je hebt nu lang gevoetbald, bij veel clubs als trainer gezeten, die hou je ook altijd over. Belangrijke kameraad, heb ook jarenlang bij jou, ook toen je nog woonde in de Jaarsvaststraat woont, Hans Lamers. Ja, Hans.
Hans en ik speelden samen vanaf de B1 bij Scheveningen. En samen hebben we een heel lang avontuur gehad. De vrouwen leren kennen, vakanties, samen gevoetbald. Hans werkte bij Altar, zaalvoetbalvereniging. Die heb Hans opgericht bij Chris Willemsen. Ik heb hem heel lang doorgetrokken. En nu nog komen we dinsdags en donderdags bij elkaar om een klaverjasje te doen. Ja. En met de oud-trainers en oud-spelers in Scheveningen. Eén keer in de maand klaverjassen en een biertje. Ja, heel leuk. Ja, want dat zaalvoetbal, dat was in die tijd ook wel heel erg populair. Hè? Ik bedoel, Silver Boys had je. Je had inderdaad Alter Boys. Snoekie, daarvoor geloof ik nog DKS Intiem. Ja. Dus het waren allemaal snoekie inderdaad. En daar liepen ook niet de minste voetballers waren daar actief. Nee, dat was juist het mooie van zaalvoetbal. Dan hadden we dus zaterdag, zondags hadden we dus de competitie gespeeld. Maar maandag, woensdag stonden alweer de derbies in de zaal. Oranjeplein, Zuid-Hagen. Hey, je gaf het al aan. Silver Boys, Snoekie, maar HP, dat was VCS. Ja. En zo had je HP, de Cardinal. Iedereen had zo zijn elftal en zo kwam iedereen weer bij elkaar. Ja, zeker. En je hebt dan op een gegeven moment ook lang deel uitgemaakt van het zogeheten trainerselftal. Ja. Dat speelde geloof ik altijd op 1 januari onder andere bij SV PTT. Ja. Maar daarnaast, op invitatie werd het elftal opgetrommeld. Ja. Nou ja, later werd dat weer bij Rob Pronk, met Haagse amateurvoetbal heet dat, geloof ik. Rob heeft dat weer doorgetrokken. En daar heb ik ook jaren nog dat trainer zelf. Nou, Ben die zit daar, die was ook een onderdeel daarvan. Je stond toen als trainer zijn, daar zat je echt naar uit te kijken dat je een uitnodiging kreeg voor dat elftal. Ja. Want er waren toen zoveel toptrainers uit het betaalde voetbal toen. Ja, dat was, en dan lag er een sneeuw en ijs daar bij het PTT, maar het was altijd super. Ja, het was inderdaad een kwestie van, je wilde er wel graag bij zitten als trainer. Ja. Dat was toch, dat was een eer, hè? Ja. Even terug naar het zaalvoetbal, want je bent ook kampioen van Nederland geweest. Ja, dat was ook grappig. Wij hebben met Alter Boys, dat hebben ook al een verhaal. We hadden één team, Roberto Simoncini was de eigenaar van Alter. En met dat team stoten we door tot het allerhoogste Nederland, met één team. Moet je je voorstellen, toen had je geweldige elftallen hier in Nederland. Hè. Dan had je in Utrecht, in Volendam, Krasboys, Muiden, Den Helder. En wij speelden het hoogste Nederland, samen met Snoekie en Silverboys en Alterboys. Ja. Ja, dat moet je je voorstellen. Dus dat was een geweldige tijd. Dat was ook een beetje de opkomst in het zaalvoetbal van Edwin Grunholt bij Silverboys. Edwin die kwam bij Silverboys. Ja. Als wij tegen Silverboys moesten, was dat altijd een happening. Vooral in Oranjeplein. Daar had je nog, die boxleegende, die stonden achter de bar. Maar altijd volle bak, altijd volle bak. De Wolf. Ja, de Wolf, ja. En toen kwam ook Edwin. Ja, leuke voetballer Edwin. Ja. En die zag je alleen maar beter worden. Ja. En het leuke was toen in mijn tijd, toen ging het nog wel. Maar later heb ik hem zien spelen, Ik ben ook vaak geweest kijken bij Kranenburg. Ja. En hij heette niet voor niks de Magiar, hè? Nee, inderdaad, was dat geweldig. Even terug naar je tijd als trainer. Je hebt natuurlijk aardig wat clubs gehad. Ja. Zat er nou een club bij, als je achteraf terugdenkt van, dat was geen makkelijke club? Nou, eigenlijk, je bent er zelf bij, hè? En het ligt gewoon aan de steun die je om je heen hebt. Hè? Van bestuurlijk, de spelersgroep. De meeste clubs, dat ging allemaal wel aardig. En soms heb je het niet in de hand. Ja. Hè, ik ben wel eens naar een club toegegaan dat ik daarheen ging. Dan moet je de keuze maken. Toen ik bij SV wegging, dan kon ik naar 3 clubs toe gaan. En toen koos ik voor Wassenaar. Ja. Maar ik kon ook naar 2 clubs in Delft. En die wilden me graag hebben. En dan kies je voor Wassenaar. En wat gebeurt er? Wassenaar houdt op met bestaan. Ja. Ja, ik ga naar Kromvliet. Je moet eerst zo trainer worden. Ja. Kromvliet houdt op met bestaan. Ja, die dingen gebeuren. Ja, dat is vaak wel een nadeel als je dat verder gaat overkomen. Je hebt ook nog eventjes bij Kranenburg gezeten. Ja. Dat was nu ook wel in een toch wel een hectische tijd. Ja, ja. Dat was niet de makkelijkste club. Daar liep ook nogal wat verdette in die tijd. Maar dat was denk ik de grote uitdaging voor mij toen in die tijd. Ja. En die was denk ik ook bepalend misschien wel voor mijn verdere carrière. Je weet nooit hoe die eruit had gezien als ik daar geslaagd had geweest. Ja, ja. Ik heb me toen opgegeven voor de B-licentie, voor oefenmeester. De B-licentie. Ja, ik heb toen gesprekken gehad met Van Kuijeren. Ja. En met niet Hebhof, die andere heet hij ook weer. Fans.
ja, fans. En ja, zag er allemaal goed uit. We zouden dit doen, we zouden dat doen. Nou, ik had de regels duidelijk gemaakt. Van, dat wordt de trainingsopbouw. Zo, dat moet iedereen doen, daar moet hij aan voldoen. Trainen, niet spelen. Ja, en ja, gaan we door. Ja, ja. En we maken gewoon de voorbereiding. Ja. En toen kwam Tebbelf. Zie je Tebbelf, ja. Ja, die kwam toen we op trainingskamp waren. Ja. In Valkenburg, ja. Eerste keer. Ja. En toen kwam ook zijn vader. En einde van de... Ik had dinsdags had ik dus voor... Ik had drie groepen. Eerste voor tegen VCS. De tweede ging dus lopen met Geert Durant. Oh, dat was de derde groep. En de tweede groep ging met Ger Vens, gingen ze dus bij Spoorwerk trainen. En ik kom daar bij VCS en ik zag al die oude Tebbelhof daar met mensen om me heen staan. En ik had eerst tegen Sier gezegd, Sier, jij zit in groep 2. Hè, want je hebt nog niet voldaan aan wat andere jongens. Ja, ja, ja. Hey, oké, ik zeg maar, joh, dat mag geen probleem zijn voor jou, want hij kwam toen geloof ik bij Feyenoord vandaan. Ja, ja, ja. En toen kwam ik dinsdags daar bij VCS en dat voel je al een beetje. Maar wat gebeurt er? We gaan het veld om te spelen en die scheidsrechter is er niet. Dus wij warmen up, maar hij kwam maar niet. Dus ik zeg, hup, naar binnen. Ik zeg, jongens, we hebben afspraken gemaakt. Want ik had iedereen duidelijk gemaakt waar hij aan moest voldoen. En als je er niet aan voldoet, nou, dan ga je gewoon de stappen maken, ja, zoals het hoort. Ik zeg, nou, al is het Vens, al is het Tebbelhof, ik bepaal hier en wij bepalen wat er gewoon gebeurt. Klaar, hup, 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 hup. Nou, wij weer het veld op. En toen komt die Vens naar me toe met Verkuijeren. Wout, ik neem het over. Ik zeg, neem het over. Ik zeg tegen die Verkuijer, ik zeg, moet jij niet wat zeggen? Ik zeg, hoi, nou, ben ik naar huis gegaan. Ja, want dat was, heb ik ooit begrepen op oude Tebbelhof, die vond dat zijn zoon moest spelen. Dat, waarschijnlijk. Ja, maar ja, als jij afspraken maakt, ja, als ik daar al had begonnen dus met hem erin te zetten, dan had ik nooit kunnen slagen. Nee, nee. Kijk, ik ben nu ook niet geslaagd, maar ik heb wel de eer aan mezelf gehouden. Ja. He, dit zijn de regels en daaraan voldoen we. Ja, nou goed, het is een hele mooie loopbaan op een gegeven ogenblik geworden als trainer. Helemaal voetbaldier. Je zei het zelf in de periode dat ik trainer was. Op zaterdag ging ik op zondag kijken. Je kwam elkaar tegen, andersom hetzelfde op zaterdag kijken. Ja. We zien je tegenwoordig niet zo heel veel meer op de voetbalvelden. Hoe komt dat? Nou, ten eerste dus mijn kleinkindertjes. Ja. En ten tweede vind ik de Engelse voetballeague vind ik mooi. En ik ga af en toe wel eens kijken. Hè, vooral bij mij in de buurt al. Vredenburg, Zempar, soms Duno. Te werven. Ja, maar daar zie ik gewoon de meest vreemde dingen. Ja. Voetbal niet geweldig. Maar ook de discipline. Naar de scheidsrechter toe. Ja. Ik vind... Nee, sorry. Nee. Dat is niet mijn ding, dus... Scheveningen ga ik wel eens kijken. Ja. Maar goed, dat is nog op een bepaald niveau. En dat is ook wel leuk om bij oude bekenden te zien, denk ik. Ja, maar die kom je toch ook steeds minder tegen. Ja. Langs die voetbalvelden. Ja. Al met al denk ik dat je toch terugkijkt op een hele leuke loopbaan. Zowel als voetballer als trainer. Ik ben alle mensen dankbaar die mij dus de gelegenheid hebben gegeven dus om bij een club te mogen werken. En ik denk ook alle voetballers die van mij op de klote gehad hebben. Want ik was niet de makkelijkste, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind gewoon van, als jij de deur uit gaat, dan moet je geven en leveren wat je in huis hebt. En als je dat niet doet, ja, dan komt er of een ander in, of we gaan niet verder met elkaar. De aard van het beestje, want zo is je zelf als voetballer natuurlijk ook altijd optimaal presteren. Ja, en dat heeft mij ook wel eens mijn nek gekost. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in, maar... Het is zoals het is. Je kan toch wat dat betreft met een goed gevoel terugkijken? Absoluut. Goed. En ik zeg, joh, ik kom zoveel. Wat ik nog mooi vind, dat je al die oud-voetballers en trainers tegenkomt. Ja, we hebben het toch altijd over vroeger. Maar de tijd is veranderd. Het is nou de tijd voor de jeugd, zeg maar. Ja. Andere normen, andere waarden. Klopt. Nou goed, dat komt in ieder geval niet meer terug. Wout, ik vond het heel erg fijn dat je onze gast was. Dat we even konden bijpraten over jouw loopbaan als voetballer en als trainer. Absoluut. Graag gedaan. Het ga je goed. Graag gedaan. En iedereen veel plezier in de voetbalsport. Heel goed. Fijn. Bedankt. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Oude Glorie aan tafel met Wout Pronk. We zijn er volgende week weer met een nieuwe gast. Graag tot dan. Kijk, ik had je eigenlijk nog dit willen laten zien, hè, Tom? Ja, maar hij loopt er even door. Ja, maar dat geeft niet. Dat zijn alle voetbalclubs
Okay. Die wij vroeger in Den Haag hadden, Tom. Ja, dat weet ik. Ik bedoel, ik heb bij de KNVB gezeten en dat waren er nogal wat, hoor. Ja, en elke keer, ik fiets naar veel. Ja. En als je dan door Den Haag rijdt of Rijswijk rijdt en je ziet al die voetbalclubs staan. Ja. En eigenlijk hadden we dat nog even mee wat te hebben, maar ja, ja, jammer. Zie je dat? Ja, ja, dat is wel jammer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Café Locus.